In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied leven 16 miljoen adolescenten met een psychische stoornis. En is zelfmoord de derde meest voorkomende doodsoorzaak onder jongeren van 15 tot 19 jaar. Guyana en Suriname behoren tot de landen met de hoogste zelfmoordcijfers ter wereld. Tijdens een VN-evenement in New York riepen UNICEF en andere vertegenwoordigers op tot grotere investeringen in mentale gezondheidszorg voor jongeren. Gepleit werd voor een multisectorale aanpak om deze uitdagingen aan te kunnen, waarbij ook het belang van mondiale samenwerking en beleidswijzigingen werd benadrukt. Suriname Eton Academy, SAA, biedt de IALA Procurement Training aan, een wereldwijde cursus gericht op het inkoopproces van vaarwegmeubilair voor navigatieprofessionals. De training helpt deskundigen uit 4 landen hun kennis over technische vereisten en managementstrategieën te verbeteren. Dit initiatief ondersteunt nationale autoriteiten bij efficiënter vaarwegbeheer en versterkt Surinames positie in maritieme aangelegenheden met een belangrijke rol voor de maritieme autoriteit Suriname, de MAS. Het ministerie van Economische Zaken heeft de lijst van basis- en strategische goederen voor de periode 21 september tot 4 oktober bekendgemaakt. Op deze lijst mag een kilo uien niet duurder zijn dan 24 SRD en 70 cent. Daarnaast mag voor een kilo aardappelen niet meer dan 31 SRD en 35 cent betaald worden. Deze lijst van basis- en strategische goederen is terug te zien op de Facebookpagina van het ministerie. Bij constatering van prijsopdrijving worden burgers opgeroepen die te melden aan het ministerie.